Onze taak in Indië is het grondvesten van een nieuwe samenwerking. Gewapend optreden geschiet slechts daar waar terreur heerst. Ditmaal geldt het de bevrijding van een strook gebied voor onze linies. De commandant, belast met de troepenbewegingen, deelt een troepencommandant in de tactische opzet mede. Op de stafkaart geeft hij de actie aan. De voorbereidingen zijn vele. Alles dient goed verzorgd te zijn. Infanterie-eenheden worden klaargemaakt en vervoerd naar de uitgangsstellingen van de opmars. De genie moet straks geschonden wegdekken herstellen, vernieuwde bruggen repareren, wegversperringen opruimen. Zij is verantwoordelijk voor de ravitaillering. Levensmiddelen worden opgeladen. De opererende troep moet goed gevoed en verzorgd worden. Het is een belangrijk deel van het moreel en de gevechtswaarde. Gevechtswagens ondergaan een laatste en grondige revisie. Telegrafisten onderhouden de verbinding tussen de onderdelen van zoveel dat hij aard. Lucht, ten einde het terrein van de opmars, de wegen en eventuele concentraties van terroristen te verkennen. De artillerie rukt op. Een laatst overleg van de commandanten. Horloges worden gelijkgezet. Dan gaat het geschut het terrein in en wordt in stelling gebracht, ten einde straks mogelijke brandpunten van verzet op te ruimen.
commandanten, na een periode van hard werken en hoogspanning, kunnen melden dat hun onderdelen gereed zijn, wordt het teken gegeven, voorwaarts. Over stoffige wegen rukken kolonnes van trucks op. De infanterie waaiert uit in het terrein. Soms duurt de opmars verscheidene dagen. Harde dagen van zonnehitte en snelle marsen door zwaar terrein. Storingsvuur van een kleine bende uit een kampongrand. Eigen vuur op zulke grote afstand zou slachtoffers onder de onschuldige bewoners kunnen veroorzaken. Daarom wordt een rookgordijn gelegd, onder welks dekking de infanterie tot op korte afstand kan naderen om de kwaadwilligen direct te bestrijden. Over het hele terrein van de opmars spannen draagbare radio's, veldtelefoons en radiowagens onzichtbare draden tussen alle onderdelen. Vrachtwagens gaan aan de spits om de opmars van de infanterie te beveiligen. De opmars stuit op een wegversperring. Pioniers komen naar voren en onder beveiliging van vrachtwagens en infanterie ruimen ze snel het obstakel uit de weg. Daar zijn de eerste huizen van een stad. Alles is rustig. De terroristen zijn gewaarschuwd en hebben de wijk genomen dieper het binnenland in. Maar steeds moet rekening worden gehouden met mogelijk achtergebleven sluipschutters. Een nieuw gebied is bevrijd. Vrede. Maar het oude soldatenleven hervat zijn dagelijkse gang. Wachtlopen, uitrukken, uitrukken, wachtlopen. Dag in, dag uit. Waar de Nederlandse soldaat het vertrouwen herstelt, schiet de geest van samenwerking op, zoals de paddy op de Sava.
hier klinkt weer het dansende lied van de reststampers achter de bloeiende kampongaven. Hier werken weer nevere handen aan de eeuwenoude motieven van de batikkunst. Hier ruist weer het stemmengekons over de kleurrijke passers en gaan de marktgangers langs de wegen. Hier herwint de mens recht en veiligheid en herneemt het leven ongestoord zijn eigen gang. Vertrouwen, opbloei van samenwerking tussen Oost en West. Dat is het doel. Dit doel zal bereikt worden. Omdat zij daar zijn, de naamlozen, die in de moeilijkste dagen van hun vaderland bereid zijn het moeilijkste werk te doen dat het vaderland van hen vraagt.